Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Eugène van der Sand blijft directeur kabinet van de president. Technische oplevering streek ziekenhuis Wanica een feit. UN-SDG jeugdambassadeurs geven mening over wet op grooming. Volksgezondheid voorziet instellingen van hygiëneattributen. En de toekomst doneert laptops aan jeugdvertegenwoordigers. Eugène van der Sand blijft directeur van het kabinet van de president. Hij had eerder deze week zijn ontslag ingediend bij president Desiree Bouterse, nadat er rond het 8 december strafproces een verschil van inzicht zou zijn ontstaan met Erwin Kanhai, raadsman van de president. Het staatshoofd heeft op woensdag 29 januari tijdens een politieke meeting in Coroni aangegeven dat er tijdens het werk verschil van mening kan zijn, die ertoe kan bijdragen dat er nieuwe inzichten ontstaan. Libis Mafasi, je kon klem in haar ogen aan asma. En mijn wat tap naar een voorbeeld die zie, omdat nou een nationaal voorbeeld mijn wat gie. Toen een man zou sabi, een directeur van mijn kabinet, die neemt ontslag in. Omdat hij een verschil van mening bent ten aanzien van een kreisraad. En terwijl u laat Robby, maar die verschil en ontslag in. En begrijp ten de manier ontslag. Ai, me kan gue, me kan dit, me kan dat. Maar kijk als mens hoe je de mens kent. Kijk als mens wat de mens ooit voor je heeft betekend. Kijk als mens als het nodig is om zo'n vriend op zo'n moment te laten gaan. Ik heb hem laten roepen, ik heb hem gezegd, you know of this tofutu. Eigenlijk ben je net bewust hoe dat pakje toe. Vanaf 80 je steun een proces met jouw kennis en hij heeft kennis. En dan zou je nooit directeur zijn geworden, en dan zou je nooit minister zijn geworden. Maar in Ati Bron, maar die neemt ontslag in. Met een keer, omdat man ja, mati, omdat die roken zo voertje kon er, mine aanvaard dat, mine aanvaard ontslag voor niks. Je komt lekker weer aan het werk, we praten het uit, en dan ben je maandag weer aan het werk. Dus we zaten gewoon te lommen, dat jongen, allemaal dingen ontslachten. Hai, basi, jaga, man, gue, bla 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 bla. We moeten niet zo omgaan met elkaar. Als het moet dat iemand weg moet gaan, zoals we gaan bij de centrale bank, dan moet het. Maar we moeten kijken naar de mensen, hun verdiensten. Naar de ondersteuning die je hebt gehad. En het zou ondankbaar van mij zijn om deze goede vriend, omdat er een verschil van mening is gekomen met betrekking tot aanpak van een zaak, van de Sand blijft directeur van het kabinet van de president. Met Tego Grataje. De technische oplevering van het regionaal ziekenhuis Wanica is een feit. De aannemer heeft op donderdag 29 januari 2020 het complex bestaande uit 7 gebouwen overgedragen aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Vijay Durga Misir, directeur bouwkundige werken en dienstverlening van het ministerie, gaat in op deze formaliteit en het vervolgtraject. Dus volledig in gebruik wordt genomen en wordt geopend, dat die gebreken dus wel hersteld zijn. Daarnet heeft inderdaad een heel belangrijk moment zich plaatsgevonden.
En dit betekent dus dat de documenten zijn getekend met betrekking tot de technische oplevering. Wat inhoudt dat het project technisch vanaf vandaag, vanaf dat moment daarnet, is opgeleverd en overgedragen aan het ministerie van Openbare Werken als opdrachtgever van dit project. De andere partij is de aannemer, de contractor van China en het supervisieteam van China. Dus vanaf nu is Openbare Werken dus verantwoordelijk, weer verantwoordelijk voor het constructiegebied en alles wat op het constructiegebied staat nu. Want aan het begin van het project in juni 2017 is het project overgedragen vanuit Openbare Werken aan de contractor en zijn team. En vanaf dat moment was de contractor, de aannemer, dus verantwoordelijk voor het bouwterrein. En vanaf vandaag, na afronding van het project, bijkans 2,5 jaar na constructie, is het terrein met alle opstallen wederom overgedragen aan Openbare Werken. Het natraject ziet er als volgt uit. Openbare Werken dient nu het gebouw, de gebouwen en het constructiegebied, dus in principe het project, over te dragen formeel aan de eindgebruiker. En dat is dan het ministerie van Volksgezondheid. Zijn er al inspecties geweest om na te gaan als het werk naar behoren of zoals afgesproken is uitgevoerd? Zeer zeker. Vooruitlopend natuurlijk. Dat is eigenlijk de laatste fase voordat de overdracht en de oplevering, de technische oplevering plaatsvindt. Is er een inspectie. Dat gebeurt dus in samenspraak of laten we zeggen een gezamenlijke inspectie door de opdrachtgever, Openbare Werken en de contractor. En in dit geval, omdat er ook wat medical equipment in het project zit, is ook Volksgezondheid gevraagd om zijn inspectie te doen. En van die inspectie is er een procesverbaal van inspection opgemaakt. En daarin worden dus aangegeven de minpunten, de zaken die correct zijn uitgevoerd. Dat wordt allemaal gemarkeerd in het document en vormt een essentieel deel van de documenten die we net hebben getekend, omdat daarin ook staat aangegeven in het document binnen hoeveel tijd de geconstateerde gebreken of minpunten hersteld moeten worden door de aannemer, kosteloos. Ik zou niet zeggen dat alles er goed uitziet. Het is een groot project en het is dus niet uitgesloten dat er wat zaken zijn die toch wel wat aandacht behoeven. En niet voor niets is er een maintenance period van 2 jaar gekoppeld aan het project. En natuurlijk gaan we niet wachten tot het laatste moment, totdat alle gebreken zijn verholpen. Maar we willen in elk geval, voordat het ziekenhuis volledig in gebruik wordt genomen en wordt geopend, dat die gebreken dus wel hersteld zijn. Grooming ofwel digitaal kinderlokken is met de wijziging van het wetboek van strafrecht nu ook strafbaar gesteld in Suriname. Het parlement heeft hiermee een stap gezet in het beter beschermen van de Surinaamse jeugd. En dit draagt ook de goedkeuring van de Surinaamse UN-SDG-jeugdambassadeurs, Siferen Hammen en Sherman Panza. Zij gaan in gesprek met Focus in op deze bepaling. Grooming is eigenlijk op een digitale manier minderjarigen uitlokken om seksuele handelingen te plegen. En ik ben heel erg blij dat die wet is aangenomen. Het is aangenomen met 32 stemmen afgelopen dinsdag. En dat wil zeggen dat dat onze DNA-leden eigenlijk daar voor ons zijn om de jongeren te beschermen. Dus ik ben blij met deze wet. Soms willen we heel veel doen en met de digitale wereld waarin we leven. We zijn eigenlijk enthousiast op zoek naar dit en dat. We willen elke keer experimenteren. Ga niet te veel experimenteren, want het kan je toekomst verpesten. Laat het niet zo zijn dat oudere mensen je toekomst van je wegnemen. Denk aan wat je doet. Want men heeft eraan gedacht om een bepaalde wet in het leven te roepen om oudere mensen, die jonge mensen, lastig vallen zal ik het noemen, eigenlijk strafbaar te stellen. Dus een oproep naar alle jonge mensen, experimenteren mag, maar het heeft een bepaalde mate. Laat het geen invloed hebben op je toekomst, laat het geen invloed hebben op je groei, want je bent belangrijk voor ons land Suriname. Nou, deze wet
is belangrijk. En zeker als we kijken naar de ontwikkeling van onze jongeren van Suriname. Dit stelt eigenlijk ons als jongeren en ook ouderen in de gelegenheid om zodra er een bepaalde dreigende handeling geconstateerd wordt bij een jongere, een minderjarige persoon, dat het gemeld kan worden en dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Vroeger was het niet zo dat als er bij wijze van spreken geappt werd of een chatbericht gestuurd werd of zo, dat er een strafbare handeling, of dat we het zo konden noemen. Nee, omdat de wet nog niet aangepast werd. Maar door de aanpassing van deze wet is het wel zodanig mogelijk gesteld dat zodra die handeling al gepleegd wordt, het benaderen van zo'n minderjarige, dat men het al kan melden en zo iemand aan de bak in kan gaan. Ik denk dat zeker op het gebied van seksualiteit en alle veranderingen dat ook ter sprake komt en zo is in de ontwikkeling van onze jongeren, dat ouders een belangrijke schakel zijn. Praat met je kinderen. Probeer het zoveel mogelijk interessant te houden tot een bepaalde mate waardoor het kind het kan opnemen en het niet als een verrassing is wanneer het met zijn klasgenoten of anderen praat. Ik denk dat wij als ouderen of de ouderen de jongeren moeten guiden. Deze wet stelt ons in de gelegenheid, dus grooming, om jongeren te beschermen. We zijn dynamisch, we bruisen van talenten. We moeten, los van dat we naar school gaan, onze educatie, maar ook sport en recreatie en ook het sociaal leven, jongerenparticipatie ook, als u kijkt naar ons Nationaal Jeugdinstituut, waarbij we jongeren in de gelegenheid stellen om zich verder te ontwikkelen, dan denk ik dat deze wet belangrijk is om ons te beschermen. We moeten, de ouderen moeten in deze ontwikkeling niet stagneren. En ik ben blij dat deze wet in het leven is geroepen om dan deze ontwikkeling niet te stremmen. Wij als jongeren moeten ervoor zorg dragen dat wij ons ook jong gedragen, want we zijn jong. Maar op bepaalde gebieden omhoor schreef je. Ik weet dat er bepaalde behoeften zijn. Ik weet dat er bepaalde gedachtegangen zijn waarbij wij ons soms te snel groot willen gedragen. Maar als we kijken naar onze ontwikkeling, dan denk ik dat wij ervoor moeten zorg dragen dat wij dat niet stremmen, persoonlijk als jongeren. Verder wil ik de oudere mensen die zich schuldig maken aan deze handelingen, ik wil ze oproepen om onze jongeren met rust te laten, want we hebben onze jongeren nodig om het land Suriname verder op te bouwen. Dus laten we niet wachten tot er een wet komt waarbij het een bepaalde handeling strafbaar stelt. Maar laten we bij onszelf denken van dat we deze mensen nodig hebben, dat we deze jonge mensen nodig hebben voor ons geliefd land Suriname. Bejaardentehuis Asiane en OS Flora 2 zijn door het ministerie van Volksgezondheid voorzien van attributen waarmee zij hygiëne en preventie tegen virussen adequaat ter hand kunnen nemen. Het betreft een landelijke hygiënecampagne die ook tegen de achtergrond van het besmettelijke coronavirus gezien moet worden. Het ministerie wil hiermee gedaan krijgen dat de samenleving zich preventief opstelt. Niet zou kunnen doen. Ik dank Intermed en ik roep andere bedrijven op om het goede voorbeeld van Intermed op te volgen. In een tijd van waarbij we worden overvallen door infectieziekten, kom maar, is handhygiëne heel erg belangrijk. En de collega van Volksgezondheid is vandaag een campagne gestart en zoals hij het mooi heeft uitgelegd daarnet bij Asiana,
Hoe wacht je corona door? We beginnen preventief te handelen. En handhygiëne is heel erg belangrijk in het preventief handelen. En er is landelijk een campagne gestart vandaag, waarbij op alle scholen onze kinderen gaan leren en al onze opvanginstellingen de kinderen gaan leren hoe ze de handhygiëne in acht moeten nemen. We danken Intermed nogmaals. Onze dank gaat ook uit naar de overige structuren van Volksgezondheid. BOG is hier met ons. Bedankt mensen en uiteraard de dames en heren van de media die maken dat wat we hier doen wereldkundig gaat. We zijn vandaag hier op OS Flora gestart. Eerder op de dag waren wij ook bij Huize Asiana. Omdat de risicogroepen zijn vooral de kleine kinderen, de baby's en ook de ouderen onder ons. Wij hopen met deze campagne. We zijn hier gestart, maar het team van BOG gaat verder om preventie te doen, om mensen voor te lichten. We hebben ondersteuning gehad voor de equipment van Intermed. Zij hebben ons wat towels, wat handhygiënische zaken geschonken, zeep, handhygiëne. En wij hopen dat wij hierdoor de bevolking bewust gaan maken om vooral hygiënisch te zijn. Wij hopen dat het niet zo ver komt. Maar mocht het zover komen dat wij ready zijn en dat wij weten dat met hygiëne wij het snel de grond in kunnen dammen. We weten dat er infectieziekte is, dat er een infectieziekte is. En nu is er een nieuwe brok in grond op de corona. Dat is heel belangrijk dat er een stimuleer kring aan ons. Want voorvoeding ziekte is wat er komt uit de kring via aan ons. En een uitdaging gebieden per voorusma ikon scoren de centra samikari voor kan een leerdens maar trouwen of de na herhaling gieden scoren na herhaling dat die was je anu wat aantal lezen in dat de valk belangrijk want bijna kan takie voor 80% dan je horis ref gozond ook ba en uiteraard los voor want de bezig nu naar preventie en we hopen dat die a corona siki no doro sranang, mat if adoro, dan gralanti sorgutaki ude klari fu feting. En ook toen ik begreep dat mijn collega Volksgezondheid de bezig op de grenspost of UNU, Albina, Nikeri, nanga Johan Adolf, Pengel Luchthaven, voor trefmaatregelen dape. Dus ik kan taki regering no libi noti abra, u sorgutaki if toch asiki besakong dat u kan feting. En uiteraard op de normale ski zou sabi, alle jari, begin van jari, eerste kwartaal zei brokken met UNU in Alenteng, bijvoorbeeld dengue, intussen Sranaman sabi, van de vet dengue, dengue op te maken met een krimfje omgeving, de broedplaatsen voor maskita in vet dengue, noli blik naar een watra, vast naar een watra, banti naar een watra. Dus dat moest ruim op en dat we zorgen dat UNU naar een omgeving etang krim. En ik dank u zo'n toe. Thank you.
De jongerenorganisatie De Toekomst heeft 6 laptops gedoneerd aan jeugdvertegenwoordigers. Het gaat in deze om de groep CARICOM Youth Officers en de SDG Youth Officers. Deze laptops zullen worden ingezet om de werkzaamheden ter behartiging van de belangen van de jeugd uit te voeren. U hoort meer hierover van Kadisha Ansu, secretaresse van de jongerenorganisatie De Toekomst en de vertegenwoordigers van de Youth Officers. Deze overhandiging heeft plaatsgevonden omdat wij als De Toekomst, wij willen andere jongeren stimuleren om te participeren. En we dachten van waarom niet een handje bijgeven zodat het makkelijk aan toe gaat. Vooral hoe ze nu ook commissies hebben in zo'n korps. Wij geloven als jongeren dat we een bijdrage moeten leveren aan elkaar en elkaar ondersteunen. Het is namelijk zo dat de jongerenorganisatie De Toekomst, daarin zit een aantal jeugdparlementariërs, welke we hadden benaderd dat eigenlijk beide korpsen, CYE en SDG, zitten met eigenlijk een tekort aan materiaal om eigenlijk het werk heel vlotter te laten verlopen. Als we denken aan verschillende projecten welke we moeten uitvoeren, dan denk je aan een stukje administratie, waarbij onze youth officers of youth advisors hun eigen laptop moeten inzetten. Ik denk dat met deze stap dat wij de laptops gedoneerd hebben gekregen, we eigenlijk op de goede weg zijn om het werk vlotter te laten verlopen, ook als we denken aan grote projecten welke om te gaan uitvoeren, waarbij de administratie op nagehouden moet worden. Dat denk ik aan het korps van de CYE en het korps van de SDG's. Nou, we hebben eigenlijk vandaag is het een huwelijk feit dat wij 3 laptops hebben mogen ontvangen voor ons jeugdambassadeursprogramma. En we zijn blij. Het is een goede schenking, omdat het juist goed is aangekomen op het juiste moment, omdat wij zoveel projecten uitvoeren als jeugdambassadeursprogramma. En wij eigenlijk, of dat deze 3 laptops zeker een goede bijdrage zullen leveren aan ons werk, dat we dagelijks doen. Je praat over projecten. Wat mogen we op kort termijn verwachten aan projecten? Nou, ik denk dat we zeker zullen bezig zijn op het gebied van het creëren van meer awareness omtrent de 17 Sustainable Development, de UNSDG's, dus de ontwikkelingsdoelen. Het is belangrijk dat alle jongeren van Suriname en ook iedereen ervan bewust is dat deze doelen in het leven zijn geroepen om de aarde een betere leefplek te maken voor mens, plant en dier. En zodra wij die ontwikkeling kunnen brengen door middel van awareness, landelijk, dan denk ik dat we alle goede stap vooruit hebben gezet. We zullen de komende periode zeker jongeren uitnodigen om met ons te komen praten. Wij zullen ook naar de buurten gaan om dat te doen, naar de scholen. We zullen een scholentour opzetten of starten. En dus al dat soort zaken zullen we doen. We vonden dat onze jeugdambassadeurskorpsen ergens een aantal dingen ontbraken. Ze hebben zoveel groepen, jongeren die elke dag hier zitten. Anderen die geen laptop hebben, die moeten vechten om een laptop. Wanneer ze kunnen komen. Natuurlijk, het ministerie doet zijn deel daarin. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Omdat we landelijk opereren. En de ene keer zijn we hier en op hetzelfde moment zijn de korps op een ander moment ergens anders bezig. Dus hebben wij gezegd, we gaan shoppen. We zijn sponsoringen gaan zoeken. We hebben brieven geschreven naar een aantal organisaties en naar een aantal winkels. En uiteindelijk hebben we een bereidwillige sponsor gevonden die heeft gezegd, weet je, ik vind het zo bijzonder dat jongeren elkaar ondersteunen. En in dit kader hebben we gezegd, hebben we 6 laptops gesponsord gehad. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.